Een passief inkomen. Zo heet het kanaal en de website. Maar eigenlijk behandel ik het nog te weinig. Want het gaat natuurlijk heel vaak over beleggen. En dat is een vorm van passief inkomen. Maar juist andere vormen van passief inkomen behandel ik nog te weinig. Maar daar gaat dit jaar verandering in komen. Ten eerste omdat ik telkens meer ervaring heb opgedaan. Dus het kan ik ook meer vertellen tegenover jullie. Plus ik heb zelf een basis gelegd waardoor ik juist andere dingen kan uit gaan proberen dit jaar. En in deze video wil ik gaan kijken naar verschillende vormen van passief inkomen. Wat zijn nu de populaire vormen? Welke pas ik al toe? Welke wil ik komend jaar gaan toepassen? En ook zeker welke van jullie van toepassing zijn. Dus waar ik denk dat jullie daarmee kunnen beginnen. En dat het bij jullie past. Heel veel informatie over passief inkomen, dus in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. Elke week maak ik op dit kanaal twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en dus passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je zeker op het kanaal. Maar zoals gezegd, gaan we in deze video kijken naar Passief Inkomen. En laten we dan beginnen met de vraag: wat is passief inkomen? En ik omschrijf passief inkomen dan altijd als inkomen dat niet in verhouding staat tot de tijd die je erin stopt. Dat het eigenlijk dus los staat van je uurloon. En vaak is het zo dat je in het begin heel veel tijd of geld investeert, maar dat het nog niet veel oplevert. Maar juist later op lange termijn dat je dan juist de vruchten daarvan plukt. Een voorbeeld hiervan is dus mijn YouTube kanaal zoals je misschien wel weet. Um, inmiddels levert het me best wel veel geld op elke maand, maar dat is zeker niet zo sinds het begin geweest. Dus eigenlijk was het iets van de laatste maanden. Alhoewel ik al wel meer dan 2,5 jaar bezig ben met dit kanaal. De voorbereidingen, het opbouwen. Ja, heel veel tijd heeft het dus gekost. Niet per se heel veel geld, maar heel veel tijd. En nu juist de laatste maanden begint dat zijn eigen terug te betalen. Passief inkomen is dan ook zeker geen get rich quick dingetje zeg maar. Dus het is echt iets voor de lange termijn waar je... Je discipline voor moet hebben, tijd in moet steken, waarschijnlijk kan ook geld erin moeten steken en niet voor de korte termijn, dus maar echt op de lange termijn gericht. En wil je nou meer weten over passief inkomen, natuurlijk kun je dit kanaal volgen, maar je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Die vind je op een passiefinkomen.nl/community. Daar kun je aangeven welke onderwerp je interessant vindt. En dan zal ik ook op die manier informatie met jullie delen wanneer ik weer ervaring heb opgedaan of nieuwe dingen tegenkom. Maar laten we dan beginnen met de eerste vorm van passief inkomen. En dat is beleggen. En dit is dan een onderwerp dat ik al best veel bespreek op, deze, op dit YouTube kanaal. Uh, maar het is wel een vorm van passief inkomen. Het is een beetje afhankelijk van welke vorm van beleggen je kiest, hoeveel tijd je ermee bezig bent. Het is sowieso een vorm waar je eerst geld in moet leggen. Zoals gezegd is een passief inkomen vaardig dat je of tijd of geld of een combinatie ervan moet doen. Nou beleggen is natuurlijk zeker in dat je geld in moet leggen. En wanneer je indexfondsen of ETF's kiest, hoef je niet zoveel tijd te investeren. Dan doe je gewoon elke maand je aankoop en ga je niet zo heel veel onderzoek doen. Wanneer je nou losse aandelen van bedrijven gaat kopen, dan is het wel verstandig om onderzoek te doen. Moet je dus ook tijd investeren om het aandeel te onderzoeken en kijken of het de juiste waarde heeft, of het bij je past. Noem het allemaal maar op. Dus afhankelijk van welke vorm je kiest, bepaal je eigenlijk in hoeverre het passief is. En de manier waarop je hier passief inkomen uithaalt is ten eerste natuurlijk vanwege dividenden als bedrijven geld uitkeren. Dan heb je eigenlijk een inkomen daarmee verdiend. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook waardestijging. Dus wordt een aandeel meer waard op de lange periode. Of misschien zelfs op de korte periode, als je geluk hebt. Heb je op die manier eigenlijk ook nog een beetje van inkomen. Dat je het zou kunnen verkopen en op die manier dus inkomen krijgt. Omdat je het voor een hoger bedrag verkoopt dan wanneer je het gekocht had. En ik heb zoals gezegd heel veel video's over beleggen en investeren op mijn kanaal staan. Dus ik zal er niet te ver op ingaan. Als je meer informatie wilt, ga gewoon even op mijn kanaal kijken voor de video's. En mocht je nou willen beginnen met investeren en beleggen, aanbevolen brokers heb ik ook weer onder deze video staan. Zoals de Giro bijvoorbeeld. Zodat als je wilt beginnen met beleggen, je in ieder geval daar terecht kunt. Een tweede vorm van passief inkomen is bloggen. En dit is juist een vorm van passief inkomen waar ik dit jaar grote stappen wil maken. Ik ben al heel veel bezig geweest op mijn YouTube-kanaal. Ik heb hier heel veel tijd en energie in gestoken. Een beetje daarnaast mijn website met wat artikelen. Maar nog niet zoveel als dat ik zou willen. Dus daar ga ik juist de komende tijd veel tijd en energie in steken. Um, juist ook omdat je via YouTube heel veel mensen bereikt. Het is eigenlijk een zoekmachine. Maar natuurlijk Google bereik je nog een veel grotere doelgroep. Mensen die op zoek zijn naar teksten, uh, antwoorden op bepaalde vragen. Dus daar probeer ik op in te spelen. En wat je nodig hebt om te bloggen is natuurlijk je eigen website. En dan is WordPress vaak aan te raden. Er is heel veel informatie over te vinden. Heel veel plugins te vinden. Je kunt daar vrij makkelijk ook mee beginnen. Dat is natuurlijk ook makkelijk als je een website wil beginnen, maar nog niet de kennis hebt. Dus gebruik dan, zoals ik zeg, WordPress. En dan moet je natuurlijk wel een onderwerp hebben waar je over wil praten. Probeer een niche te kiezen. Dus niet uh, heel economie in zijn breedste zin van het woord, zeg maar. Maar probeer dan daarbinnen nog een onderwerp te kiezen. Ik heb bijvoorbeeld passief inkomen. Dat breid ik een beetje uit met dingen die eromheen liggen. Maar het zou ook kunnen zijn dat je bijvoorbeeld puur over een boek schrijven wilt doen. Of een blog over fotografie, dat je je eigen daar helemaal op richt. Maar het is in ieder geval wel belangrijk dat je een onderwerp kiest waar je. Vaak veel over weet. Dat is altijd al makkelijk om te beginnen. Maar wat ook heel specifiek is, en dat je niet de ene week praat over fotografie en de volgende week over huisdieren. Want dan krijg je heel moeilijk een doelgroep die jou ook wil volgen. En dat is ook heel erg belangrijk, natuurlijk. Dus probeer een onderwerp te kiezen waar mensen zijn eigen kunnen herkennen. Waar ze willen volgen, zodat ze ook eerder kunnen abonneren. Omdat je eigenlijk altijd over dat specifieke onderwerp praat. Maar hoe kun je dan geld verdienen met bloggen? Nou, ten eerste is het natuurlijk met advertenties. Wanneer je banners of tekstlinks op je website gebruiken waar mensen op klikken. eventueel krijg je dan een vergoeding wanneer ze klikken of wanneer ze later iets kopen. maar op die manier zou je vaak al een inkomen kunnen genereren. verwacht er niet te veel van. je hebt natuurlijk heel veel mensen, heel veel bezoekers nodig die je website bezoeken. wil je hier uh, wat inkomen uithalen? een andere vorm om geld te verdienen is sponsoring. dus wanneer je nou in een specifiek onderwerp bezig bent, dan laten we zeggen fotografie, dat jouw website bekend wordt en in één keer Canon of Nikon jou een mailtje stuurt van we hebben binnenkort een nieuwe camera zou je daar eens een review over willen maken een artikel over willen schrijven testen en je krijgt er ook een vergoeding voor want die camera wordt natuurlijk bij de doelgroep die hun zoeken, fotografen, wordt die onder de aandacht gebracht. Dus daar krijg je een vergoeding voor. Dus misschien op die manier heb je dan een extra vorm van inkomen. Maar waarschijnlijker is het dat je twee andere vormen gaat gebruiken, zeker in het begin. En dat is ten eerste affiliate marketing en ten tweede digitale producten. Maar dat zijn twee onderwerpen die ik later in deze video nog zal bespreken. Maar hoe kun je dan beginnen met bloggen? Nou, Ten eerste voor een blog heb je natuurlijk je eigen blog, je eigen website nodig waar dat blog op komt te staan. En bij voorkeur ook met een... Goede eigen domeinnaam met een.nl die eindigt daarop natuurlijk, zodat mensen herkenbaar is, dat het snel vindbaar is, makkelijk te onthouden is. Vervolgens zul je ook moeten zorgen dat je content krijgt voor je blog. En zeker de eerste paar maanden is het dus aan te raden om in die tijd, in de eerste twee maanden, zeg maar, heel veel artikelen te schrijven. En dit zijn allemaal artikelen rondom jouw hoofdonderwerp: fotografie, maar ook de onderwerpen daaromheen. Dus doe het niet alleen over fotografie in zijn algemeen, maar bijvoorbeeld ook over type camera's, statieven, lenzen. Portretfotografie, natuurfotografie, allemaal tips, trucs daarover dat je rondom je hoofdonderwerp ook heel veel ja, sub-onderwerpen aansnijdt met die artikelen. En op die manier zorg je ervoor dat in ieder geval genoeg artikelen op je website zijn. Dat als er iemand via Google bijvoorbeeld binnenkomt, misschien nog wel een tweede artikel vindt wat hij interessant vindt. Een derde artikel en dan denkt: Oh, dit is wel interessant, dit wil ik gaan volgen. Dus je hebt in ieder geval wat te bieden. Als je die basis eenmaal hebt staan, ga je bijvoorbeeld elke week nog een artikel schrijven. Maar is er iets meer druk ervan af, zeg maar? Je hebt je basis staan. En dat is ook heel belangrijk om juist die. Basis neer te leggen. Omdat Google vaak 6 tot 9 maanden wel nodig heeft. Voordat ze je website tegenkomen. Voordat je in zoekresultaten komt. Hangt een beetje af van welke content maak je. Vindt Google dat je goede content maakt? Wordt die veel gelezen? Hoeveel, mens, hoeveel tijd brengen mensen op je website door? Heel veel kleine factoren die daarbij beslissend zijn. Maar ga er niet vanuit dat je vandaag een artikel schrijft en dat het morgen al via Google gevonden wordt en heel veel mensen trekt via Google. Dat is zeker niet het geval. Ga er gewoon vanuit dat het zeker 6 tot misschien wel 12 maanden duurt voordat je een beetje verkeer ziet komen vanuit die zoekmachines dus. Maar het zorgt er wel voor dat wanneer je die basis hebt staan, je naderhand niet zo heel veel meer hoeft te doen. Zoals gezegd, misschien doe je elke week een artikel, elke maand een artikel. Maar als heel veel zoekverkeer automatisch al naar je website komt, kun je op die manier dus een passief inkomen genereren. En ben je niet meer verplicht om heel veel content toe te voegen. Nou, wil je meer weten over hoe je een website maakt, alles wat er komt kijken om een blog te starten, alle tips, trucs... Ervaringen die ik heb gedaan, zoals gezegd, daar wil ik verder op ingaan. Laat in ieder geval weten in de reacties onder deze video wat je dan graag zou willen weten. En meld je zoals gezegd aan voor de nieuwsbrief via een passiefinkomen.nl/slash community. Nou, waar gaat het inkomen met een blog naartoe? Op de lange termijn, zeg maar na zes maanden of twaalf maanden. Verwacht zeg maar van een paar tientjes tot misschien wel enkele duizenden euro's. Hangt een beetje af van welke vorm van inkomens je kiest. Zoals gezegd, heb je al sponsoring? Of moet je het echt nog hebben van banners? Of weet je toevallig al eigen digitale producten te verkopen? Het kan dus met een paar tientjes zijn. Het kan ook zeker duizenden euro's per maand zijn. Een derde vorm van passief inkomen is tegenwoordig ook social media. En dan vooral ga ik me richten in ieder geval op YouTube. En Instagram, dat zijn de kanalen waar ik het meeste gebruik van maak. En het is niet altijd zo dat je direct geld verdient met social media, maar vaak juist indirect. Het kan wel direct, en dan hebben we het natuurlijk over YouTube, want die betalen geld uit voor. Ja, als je video's uploadt als die bekeken worden, dan komen natuurlijk reclames misschien wel voor de video, tijdens de video, na de video en daar krijg je een percentage van uitbetaald. Dit is alleen als je YouTube partner bent en daarvoor moet je ten eerste 1000 abonnees hebben en ten tweede ook nog 4000 uur kijktijd in de laatste 12 maanden. Als je daaraan voldoet en YouTube keurt je kanaal goed, want het hangt ook een beetje af van de content die je maakt, dan kun je dus ervoor zorgen dat er advertenties rondom komen en dat je daar geld uit verdient. Nou, voor mij ligt dat tegenwoordig deze maand zeg maar tussen de 5 en 600 euro die ik daarmee verdien. Hangt ook heel erg vanaf natuurlijk welk onderwerp je behandelt hoe lang je video's duren, hoeveel mensen kijken, want het is echt allemaal gebaseerd op kijktijd vooral. Dus hoe interessanter het er is voor de mensen, hoe langer je mensen op YouTube weet te houden, hoe meer geld je kunt verdienen. Maar zoals gezegd, denk ik vooral dat je indirect passief inkomen haalt uit social media. Dus niet via het geld van YouTube, maar juist wanneer mensen er zijn die jou volgen, want mensen willen jou volgen op social media. Je maakt het zeg maar als extra kanaal, misschien heb je een website, maar wil je ook zorgen dat mensen je volgen tussendoor niet Alleen bij het blogartikel lezen, maar ook wanneer je misschien uh, ergens op bezoek gaat. wanneer je bezig bent met de voorbereidingen van een video. Uh, de nieuwsberichten die je tegenkomt die interessant zijn. dat soort dingen. dat deel je ondertussen al. Mensen zien dat, die vinden dat interessant. die gaan je foto's liken, zeg maar. dus je bouwt eigenlijk een soort van community op. en dat zijn juist de mensen die je later weer wil bereiken. wanneer je je nieuwe blogpost hebt. dat je kunt zeggen: kijk op mijn website, er staat weer iets nieuws. of kijk dit nieuwe product. Um, ja, daar krijg je misschien wel een vergoeding voor. Misschien wel gesponsorde content die je kunt doen. Het is juist zo belangrijk bij social media, tenminste zo zie ik het, dat je een manier hebt om juist je mensen te bereiken. Dat je hen aan kunt spreken in plaats van dat zij uit eigen beweging naar jouw site moeten gaan om iets te gaan doen. Want het is natuurlijk leuk als mensen vanuit zichzelf elke week een keer je website bezoeken om te kijken of er al iets nieuws staat of een nieuwe video is. Maar het is veel makkelijker voor jou in ieder geval en ook veel aantrekkelijker om als er iets nieuws staat. Hun te kunnen bereiken en zeggen: ga eens kijken. Hoe kun je dan beginnen met social media? Nou, laten we kijken naar YouTube. YouTube is natuurlijk helemaal gericht op video. En je moet ook vooral begrijpen eigenlijk dat YouTube eigenlijk een zoekmachine is. Het wordt in ieder geval heel veel gebruikt als zoekmachine. Dus maak uh, video's in dit geval, natuurlijk. Die ergens antwoord op geven. En als je er eenmaal kijkers hebt, misschien zelfs abonnees. Dan kun je later als zij vragen hebben. Juist die gaan beantwoorden in nieuwe video's. Dus dan ga je dingen. Video's maken waarom gevraagd wordt. Maar in het begin wil je eigenlijk video's maken die. Algemeen zijn waar mensen naar zoeken en dat ze in die video het antwoord kunnen vinden. En in die gevallen zijn mensen dus op zoek naar informatie. Een andere grote groep, zeg maar een categorie, valt als entertainment. Dat mensen gewoon als ontspanning naar YouTube willen kijken. Dan kom je vaak uit bij vloggers en dat soort dingen die. Ja, leuke dingen willen laten zien, hun leven willen laten zien. Dat willen mensen dan ook volgen. En in die videos laat je dus eigenlijk zien hoe je leeft, wie je bent. En daar zijn mensen blijkbaar dus geïnteresseerd in. Um, ja, dat voordeel daarvan natuurlijk is wel dat je elke week wel, misschien zelfs elke dag wel een video kunt maken. Kijken we dan bijvoorbeeld weer naar Instagram. Dat is eigenlijk zowel foto als video. En daar is het denk ik belangrijk dat je ook heel veel werkt met hashtags. Want daar wordt veel op gezocht, juist. Um, binnen een bepaalde hashtag. Komt jouw foto misschien wel in de, in de resultaten naar boven. Maar ik denk dat Instagram juist een manier is als een extra kanaal voor de mensen die jou al kennen. Juist zoals gezegd, om tussentijds ook nog dingetjes te delen. die eigenlijk niet zeg maar een heel blogpost in beslag nemen. of niet een hele video in beslag nemen. maar juist die kleine dingetjes tussendoor. Mensen die je al kennen, die jou willen volgen, die je content leuk vinden. voor een extra contactpunt met die mensen. Daar is Instagram zeker interessant voor. En ook bij social media is het zo dat het tijd nodig heeft. Zeker de eerste. Maanden is het denk ik wel echt tijd nodig omdat je content moet maken. Mensen gaan je niet zomaar volgen als je één leuke foto hebt. Je zult waarschijnlijk meer content moeten hebben. Na een tijdje krijg je dan wel abonnees. En is het gewoon belangrijk dat je tijd en content blijft maken om het verder te laten groeien? De vierde vorm van passieve inkomen is het hebben van een webshop. Waar je vroeger juist een winkel wilde hebben als je spullen wilde verkopen, wil je tegenwoordig juist een webwinkel hebben. En dan gaan we ons niet richten op een eigen webwinkel, op een eigen domein. Want wat je daar zult zien is dat mensen je webshop moeten kennen. En vooral in het begin heb je dan heel veel geld nodig om te adverteren, zodat mensen naar je website komen. We gaan juist ons richten op twee andere. Ja, vormen van een webshop, zeg maar. En de eerste vorm daarvan is dropshipping. En dropshipping is eigenlijk zo dat jij de klant en de leverancier met elkaar in contact brengt. Natuurlijk zit jij er nog tussenin, want de klant koopt het bij jou. Maar jij zet vervolgens de order door naar de leverancier en de leverancier Zorgt eigenlijk voor de voorraad en de verzending. En juist die twee dingen zijn heel erg belangrijk bij een webshop. De verzending gaat heel veel tijd en geld ook in zitten. En zeker ook bij voorraad. En op deze manier heb je dus wat minder risico. Je bent er wat minder tijd mee bezig, maar daardoor ook wel iets minder marge. Maar wat juist veel interessanter wordt de laatste tijd is de platformeconomie. En dat wil zeggen dat je, eigenlijk je gebruik maakt van een platform om je spullen te verkopen. Nou, de bekendste platform in Nederland is Bol.com. En binnenkort komt er ook Amazon bij. Wat je hierbij doet is dat je je eigen aanmeldt als verkoper op een van deze platformen. Vervolgens upload je eigenlijk je producten, je assortiment. Je geeft aan wat je wilt verkopen, tegen welke prijs. En jouw product komt vervolgens op de website te staan. Dus wanneer iemand bol.com bezoekt, een zoekopdracht indoet naar een bepaald artikel, kom jij daar ook tussen te staan met je artikelen. Op het moment dat het dan gekocht wordt, verzend jij het artikel vanuit huis bijvoorbeeld. Of je kunt ervoor kiezen om het bij Bol op te laten slaan zodat hun het kunnen verzenden. En juist dan wordt het ook een interessante manier, omdat je het, het dan passief kan laten doen. Eigenlijk het voordeel van de platform is natuurlijk dat je geen eigen website hoeft te maken en te onderhouden. En je hoeft ook niet heel veel geld uit te geven aan advertenties om mensen naar je website toe te leiden. Dit zijn platformen die iedereen kent, dus mensen komen er al automatisch naartoe dan zien ze jouw producten tussen de resultaten staan. Natuurlijk is dat niet voor niks. Deze platformen vragen daar meestal wel een vergoeding voor. Die bestaat bijvoorbeeld uit een vast bedrag, maar kan ook zijn nog een percentage daarnaast. Je levert hierdoor natuurlijk wel wat marge in, maar het zorgt er wel voor dat je het passief kunt doen. Zoals gezegd, zeker wanneer je gebruik gaat maken van hun magazijnen, daar vragen ze een vergoeding voor, voor de ruimte die je huurt en de verzendingen die hun doen voor jou. Maar het zorgt er wel voor dat je in één keer bijvoorbeeld een pallet Producten bij hun neer kunt zetten. En als je een maand later ziet dat het bijna verkocht is, doe je weer een keer een pallet. En de enige tijd die je dan hoeft te investeren is telkens die pallet naar het magazijn sturen. Hun regelen eigenlijk de rest. Dus wanneer er iets verkocht wordt. Regelen hun de betaling, de verzending. En je hoeft alleen te zorgen dat het product op voorraad blijft. En er zijn al heel veel video's en betaalde cursussen gemaakt over deze vorm van passief inkomen. Vooral over Amazon FBA, Fulfilled by Amazon. Dat hun dus de opslag, de verzending, de betaling, alles regelen. Maar houd er wel rekening mee dat, ten eerste, ze laten het vaak voorkomen dat je snel veel geld kunt verdienen. Dat is vaak niet zo. Je moet heel veel tijd investeren. En niet alleen tijd, ook heel veel geld. Want het moet natuurlijk wel een product zijn. Wat op voorraad ligt, waar je alles van hebt, wat je moet importeren. Dat je vaak ook nog duizenden euro's kwijt bent. Niet alleen aan de cursus in het begin, maar ook om voorraad op te bouwen. Dus het is zeker wel iets waar je geld mee kunt verdienen. Maar verwacht niet dat je met een paar honderd euro dit kunt starten, nee, je hebt je vaak duizenden euro's voor nodig om dit te kunnen opzetten. En dit is dan ook wel een best wel uitgebreid en ingewikkeld onderwerp, maar het is wel een onderwerp wat de toekomst heeft, denk ik. Zeker binnen e-commerce zijn platformen natuurlijk heel erg groot. Zeker ook nu uh, Amazon binnenkort weer naar Nederland komt. Bol.com deed het al, maar Amazon is eigenlijk heel groot hierin, zeker als je kijkt naar Amerika. Dus wil je nou meer over dit onderwerp weten, zoals gezegd, laat het in ieder geval weten in de reacties onder deze video. En dan kan ik er in de toekomst nog meer video's over maken. Dan komen we aan bij de vijfde vorm van passief inkomen en dat zijn digitale producten. Net zoals webshops de winkels vervangen, zijn het vaak digitale producten die in ieder geval een gedeelte van de fysieke producten vervangen. En denk je dan bijvoorbeeld bij aan e-books, cursussen... Of community, zeg maar, betaalde lidmaatschappen. Het is niet altijd makkelijk om digitale producten te verkopen. Het is vaak belangrijk dat je in ieder geval een doelgroep hebt die je kunt bereiken. Dus een YouTube-kanaal, Instagram, een website, een blog waar je mensen kunt bereiken. Maar als je dat eenmaal hebt en je weet op een bepaalde manier te vinden om digitale producten aan te bieden, is het wel heel erg interessant. Dit komt omdat het van tevoren heel veel tijd kost en misschien wat geld ook. Maar achteraf is het juist alleen maar winst. Bijna alleen maar winst, laat ik het zo zeggen. Een digitaal product is bijvoorbeeld een pdf van een e book Nou, dat kost je dus wat tijd en geld om te maken. Maar het kost bijna niks meer om het te verzenden. Een klein beetje webhosting, zeg maar. Maar dat zijn de kosten niet. Je hebt geen voorraden. Je hebt dus geen verzendkosten. Dus de marges hierop zijn enorm. En zeker wanneer je bijvoorbeeld een, een bepaalde membership, een community weet te verkopen. Een abonnement dus, dat maandelijks terugkomt. Ja, dan heb je het natuurlijk helemaal goed voor elkaar. Want dan komt elke maand er wat geld binnen. Zonder dat je er eigenlijk iets voor hoeft te doen. Dus digitale producten zijn zeker wel de toekomst. Het is niet altijd zo dat het overal bijpast. Maar je zult vaak wel zien dat je heel veel manieren kunt vinden. om in ieder geval een digitaal product aan te bieden. En dan komen we aan bij de laatste vorm. en dat is affiliate marketing. Dit is mijn best verdienende vorm van passief inkomen. en het gaat inmiddels ook om duizenden euro's per maand die ik op deze manier verdien. Nou, wat is nou eigenlijk affiliate marketing? Waar we het in het vorige punt hadden over eigen digitale producten. of eigen webshop met eigen producten. Ja, heb je die bij dit affiliate marketing nog niet? Wat je juist gaat doen is producten of diensten van anderen promoten. En in ruil daarvoor krijg je vaak een vergoeding. Het kan een commissie zijn of een bepaald percentage van de omzet. En je kunt je bij denken aan bijvoorbeeld diensten zoals de Giro of FedEx. Maar ook fysieke producten zoals de Purpose Planner die ik laatst heb aangeraden. En eigenlijk alle links onder deze video zijn vaak wel gerelateerd aan affiliate marketing. Wat dus wil zeggen dat ik er een vergoeding voor krijg. Nou, de vergoedingen variëren flink. Als je gaat kijken naar verzekeringen, dat is denk ik wel de best betaalde. De vorm van affiliate marketing: dan kan het ooit wel meer dan 125 euro per lead zijn. Een lead is dus wanneer je een klant aanbrengt, omdat bij verzekeringen daar zit gewoon een heel erg hoge marge op. En bij sommige verzekeringen gaan mensen ook niet zo snel weg, dus ze zullen ook lang klant blijven. Maar er zijn ook andere vormen, zoals fysieke producten, bijvoorbeeld zoals die purpose planner, boeken elektronica, daar krijg je vaak een klein percentage, een paar procent van de omzet van de omzet die je dus eigenlijk aanbrengt. En hoe kun je dan beginnen met affiliate marketing? Nou ten eerste heb je eigenlijk een community nodig, mensen, een doelgroep die je kunt bereiken en vervolgens moet je hier dus de producten of diensten bijzoeken die ook bij je doelgroep passen. Dus doe het niet met producten waar je veel geld aan verdient, maar waar jouw doelgroep niks aan heeft. Nee, doe het juist andersom. Zoek producten waar je doelgroep echt iets aan heeft. En ook eventueel producten die je zelf gebruikt. Dus je kunt laten zien dat je ze gebruikt. Ik doe dat heel vaak met de Giro. Ik laat je zien hoe het werkt. Dat ik er gebruik van maak. En juist ook echt een product is wat bij mijn doelgroep aansluit. En een belangrijk punt bij affiliate marketing is dat je eigenlijk altijd moet richten op de lange termijn. Ga niet voor het grote geld, zeg maar, op de korte termijn. Maar zorg dat je open bent, eerlijk bent, betrouwbaar bent. Producten zoals gezegd die echt bij je doelgroep passen. En wat je dan zult merken is als het een doelgroep is. Veel mensen die ook echt volgen, dan gaan ze op een gegeven moment ook wel gunnen. Dus mochten ze dan iets willen kopen, zijn eigen ergens willen aanmelden, dan zullen ze ook via jou links doen. Omdat ze dan eigenlijk een manier hebben om jou terug te betalen voor alle content die je hun levert, alle waarden die je hun hebt geleverd. En wat je dan misschien wel hebt gemerkt in deze video: bijna bij alle vormen van passief inkomen, is dat het heel erg belangrijk is om een eigen website te hebben. Of in ieder geval een eigen community. Dat je je doelgroep kunt bereiken. Dus de basis is eigenlijk om een eigen website te hebben, want die heb je in eigen beheer. Die is ook vindbaar via Google en vervolgens door social media te gebruiken eigenlijk je doelgroep op te bouwen, je vindbaarheid te verhogen. Maar dat je in ieder geval niet afhankelijk bent van als een platform beslist om bepaalde regels door te voeren. Dat je in één keer al je uh, volgers verliest, dat je in ieder geval je eigen website houdt en ook die andere platformen nog. Maar in ieder geval die combinatie van die dingen is denk ik wel heel erg belangrijk om in ieder geval een passief inkomen op te bouwen in ieder geval in 2020 maar ook wel in de toekomst. En dit zijn dus ook de dingen waar ik de komende tijd veel energie en tijd in ga steken, zoals gezegd. Niet alleen voor mezelf, maar ook de ervaringen die ik opdoe. De dingen die ik tegenkom, wil ik met jullie delen. Dus laat zeker weten onder deze video wat je graag wilt zien. Wil je liever iets hebben over een blog starten, een website oprichten, een webshop, misschien andere vormen? Specifieke vragen laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. En wil je nou hiervan op de hoogte blijven, abonneer dan ten eerste op het kanaal hieronder op abonneren klik je. Dan heb je in ieder geval elke week twee video's die hierover gaan. Maar ga ook naar www.enpassieveinkomen.nl/slash community. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Klik ook de onderwerpen aan waar jij graag informatie over wilt ontvangen. Dan heb je in ieder geval in de toekomst dat ik ook op die manier kan bereiken? En dan zijn we hiermee aan het einde van deze video. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat het interessant was voor jou. Maar het is ook goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En zoals gezegd, kun je onder deze video je reactie, je opmerking, je vraag achterlaten. En dan vind je ook de knop om te abonneren. Zoals gezegd, maak ik elke week twee videos. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik op de knop abonneren, klik op het bel icoontje om weer een melding te krijgen bij elke nieuwe video die online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.